een heel hartelijk welkom natuurlijk aan burgemeester Mark Roel en zijn vrouw Helen en natuurlijk ook Anderlot en Sebastiaan. We gaan een heel gevarieerd programma tegemoet, formeel en informeel. Vooral om onze blijk van waardering natuurlijk uit te spreken. Hè, voor alles wat de afgelopen 12 jaar is gebeurd en wat er de komende 6 jaar nog staat te gebeuren. We hebben natuurlijk een raadslid dat mooi kan zingen. En zij gaat zo een bloemenduet ten gehore brengen. Maar dat doet ze niet alleen. Remember all the nights and evenings we have together, like yesterday, bij de gemeenteraadsvergadering. Ja, kom daar maar eens overheen. Geachte burgemeester Roel, beste Mark, Helen, Sebastiaan en Anne-Lotte. Wat fijn om hier vanavond in zo'n volle, gezellige ambiance te zijn. Ik ben bijzonder graag naar hier gekomen om deze feestelijke avond ook daadwerkelijk reden tot feest te geven. En de beëdiging gaat aanstonds volgen. Maar niet nadat ik, dames en heren, iets tot burgemeester Roel heb gezegd. Je kunt altijd nog burgemeester worden. Zo klonk een spontane reactie uit de zaal in de Barendse Biep, waar uw burgervader 2 weken terug een lezing gaf met de integrerende titel De burgemeester vertelt. Alsof het burgemeestersambt een tweede keuze is, een zekerheidje achter de hand wanneer andere aantrekkelijkere opties hebben gefaald. Wel, Mark, jij zult de eerste zijn om dit te weerspreken. Want ook al wilde je in je jongere jaren tot arts laten opleiden, burgemeester zijn is voor jou niets minder dan een roeping. Mijn informant hoorde nog een goed bedoelde vraag uit de zaal. Hoe lang kunt u burgemeester blijven? Nou, wat mij betreft ga je gewoon door tot je 70ste. En daarna, Mark, kan je altijd nog waarnemend burgemeester worden. Ik wens je van harte veel succes en plezier in je 3e termijn. Graag wil ik nu overgaan tot de ambtseed voor de burgemeester, verwoord in artikel, dat weet u allemaal, artikel 65 van de gemeentewet. Burgemeester Roel, wilt u mij gaan vergezellen op het podium? En dames en heren, mag ik u vragen, voor zover u daartoe in staat bent, om te gaan staan tijdens de beëdiging. Ik lees u zo de wettelijke belofte voor het burgemeesterschap voor en vraag u te antwoorden met de woorden, dat verklaar en beloof ik. Ik beloof dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen,
en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Fantastisch, Mark van Hart. Dank je wel. Doe ik het voor. Ja. Daar komt ie. Super. Dank. Ik vind het gewoon het mooiste ambt dat er is. En dan ook nog voor mij in de mooiste gemeente. En dat is de reden dat ik hier nu weer sta, net als 6 jaar geleden en 6 jaar daarvoor. Maar waarom is het nou zo'n mooi ambt? Je staat constant aan, 24-7, leeft in een glazen huis. Er is meer dreiging naar personen. Waarom zou je in hemelsnaam bij de overheid willen werken in een tijd dat het vertrouwen in de overheid op een dieptepunt lijkt te zijn beland? En het zou toch veel makkelijker zijn een functie elders te zoeken. Uit het glazen huis, niet altijd aan, niet bezig zijn met ondermijning. Ja, dat zou inderdaad een stuk makkelijker zijn. Maar ik ben juist het openbaar bestuur ingegaan om iets te kunnen bijdragen aan die samenleving. En in mijn rol als burgemeester kan ik dat op verschillende momenten, op verschillende plekken. Geen politieke bijdrage, want dat primaat ligt bij de gemeenteraad en de wethouders. Dat gaf de commissaris net heel terecht aan. Maar ik hoop dat ik op een ander vlak dan het politieke mijn bijdrage kan leveren aan de Baarnse samenleving. En misschien soms als burgemeester het verschil kan maken. Lukt dat altijd? Zeker niet. En dat zal voor sommige mensen ook teleurstellend of frustrerend zijn. Voor mijzelf overigens ook. Maar soms lukt het wel en dat is fijn en geeft enorm veel positieve energie. Tijd voor een borrel. En ik ga vol energie van start met de volgende termijn. Heel veel dank. C'est ma gueule, c'est mon cri.